spreek je. En jij vond dat 5 voet balkon, hè, tussen de stutten? Ze hadden het best kunnen houden, zulke ongelukken gebeuren. Omdat de stutten te ver uit elkaar staan, Van Gaal. Omdat jij ze te ver uit elkaar laat zitten. Ik heb mijn orders. Als jullie die stutten beter hadden neergezet, was er niks aan de hand geweest. Iedereen aan het werk. Werk? Vandaag wil je je baan kwijt. Wil jij nog meer instortingen? Vooruit! En jij ook, aan het werk? Daar is toch niets meer aan te doen. Hé! Hey. Laat hem gaan, Van Gaal. Staan jullie daar nog? Vooruit! Naar beneden! Of je bent ontslagen! Het lijkt me beter dat jij je vader naar huis brengt. Gaat het? Ja. Jullie ook aan het werk. Kremers is ernstig gewond. Een schammetje. Alle gewonden gaan naar huis. Maar die jongen blijft. Geen sprake van. Martin moet zijn vader wegbrengen. Precies op het moment dat we in opstand zouden komen, stortte halve mijn. Was dat toeval? Toeval? Nee, natuurlijk niet. 5 voet staan die stut uit elkaar. Het is een wonder dat die gangen niet eerder zijn ingestort. Dus geen verraad? Nee, 5 voet is gewoon te veel. En zijn dat aanwijzingen van de kanonik? Van Gaal die heeft het lef die mensen zo weer de mijn in te sturen. En de meesten laten zich nog sturen ook, makkerschaap. Ik doe het niet meer. We moeten dat nog eens proberen. Juist nu. Met die lafaard zeker. Het zijn geen lafaards. Ze kunnen niet anders. Ze worden anders ontslagen. Juist nu moeten we laten zien dat we vechten willen. Ik geloof niet dat het ons zal lukken. Het moet lukken. Henri, ga naar de mijn terug. Alsjeblieft. Ik zal ervoor zorgen dat er morgen hulp van buitenaf komt. Kijk eens wat ik in die ingestorte mijngang vond. Wat is dit? Een sabel. Ja, dat zie ik ook wel. Maar waarom? Een instorting. Hendrik. Hendrik is alles goed. En dit valt ook wel mee. Zijn er doden? Ja, een kind. Freekje. Laat hem maar. Hij werkte met Freekje. Wacht, je leeft. Vreselijk. Ik woonde in de stad tot de mijn was ingestort. Omdat er een jongen was doodgedaan. Freekje. Ik was zo bang dat jij was. Waar is de dokter? Dokter? Wat wilt u? U lijkt wel gek. Anna heeft Henri bij me gebracht. Wij moeten blijven doorvechten, maar hij wil niet meer. Hij vindt dat de mijnwerkers laf zijn. Laf? Er is een kind gestorven. Ze waren bijna allemaal dood geweest. Maar alleen redden ze het niet. Ze moeten hulp hebben. Ik heb aan de bokkenrijders gedacht. Wat verwacht hij van ons? Als de opstand in de mijn begint, zal de schout zijn soldaten sturen. Dan moeten de mijnwerkers en bokkenrijders samenwerken. Zal er zijn. Ik moest voor de kinderen zorgen. Dat is allemaal mijn schuld. Het is jouw schuld niet. Mijn kans om maar instorten. Er waren te weinig stutten.
Het heeft niks met jou te maken. Als ik vlugger was geweest, dan had ik denk... Je moest toch wachten op een teken? Met mijn vader en moeder was het net zo. Toen stortte de mijn ook in. Onverwacht. Het was ook de hoofdgang. Ik kon ze eerst niet vinden. Het zijn rotdingen, die mijnen. Freek was pas 7. U wist het. U wint zich veel te veel op, dokter. U moet toch weten dat dat slecht voor u is. U heeft de opdracht gegeven om die stutten zo ver uit elkaar te laten zetten. U heeft doelbewust de mijnwerkers in gevaar gebracht. Er kleeft bloed aan uw handen. Een zware beschuldiging. En zo onterecht. U weet dat het heil van onze kerkgangers ons boven alles gaat. En toch worden die stutten 5 voet uit elkaar gezet om een beetje hout te besparen. Waardoor een hele mijngang instort en een kind om het leven komt. U bent verantwoordelijk. De mijnwerkers gaan zelf achterloos met hun levens om. Ja, als er een ramp gebeurt, dan is het klooster verantwoordelijk. Maar gebeurt er niets, dan slaan ze al onze voorschriften in de wind. Elk van die mijnwerkers heeft ons gesmeekt om in die mijnen te mogen werken. Natuurlijk, omdat de armoede ze de mijn heeft ingedreven. Dan moet u niet bij mij zijn met uw beschuldigingen, maar bij de keizerin van Oostenrijk. Daarom moeten we juist nu doorgaan. In deze mijn zeker. Zet wijkster en stutten in. Nee, begrijp het dan toch. Dit kan ons allemaal weer overkomen. Voor de kanunnik is een mensenleven helemaal niks. Ik ben voor. Heb je nog meer? Ik doe mee. En als de schuit komt met zijn rakkers? Wij kunnen rekenen op de steun van de boekenrijders. Mooie steun. Dat zijn ambachtslieden geweest, net als jullie. Zij zijn boekenrijden geworden en jullie mijnen. Het is gevaarlijk. Niet meer dan eerst. De Bree heeft in de ingestorte gang het sabel gevonden. Hij is er meteen mee naar vergaan gegaan. Dus de Bree is niet te vertrouwen. Dan moeten we zorgen dat de Bree niet bij Van Gaal komt als we beginnen. Wanneer beginnen we? Morgen. Hetzelfde moment. Hetzelfde tijd. De bevolking is bang. Hier worden duivels genoemd. Demonen. Overal wordt met huiver gesproken over de bokkenrijders. Tot nu toe, mannen, hebben jullie geoefend door overvallen op boerderijen en kloosters. Maar ik heb dit leger opgericht om deze streek te bevrijden als een uitzuigers. Morgen, overdag, kunnen jullie laten zien wat jullie waard zijn. Op klaarlichte dag? Iedereen is gemaskerd. Als één man de schout op klaarlichte dag aan kan, zal dan een heel leger falen. Hoe gaan we dat nog doen? Dat horen jullie morgen. En de beloning? De beloning zal zijn het goud uit de kerk. Trek. Ik wil niet meer. Je kunt ze nu niet in de steek laten. Ik ben bang. Dat zijn we allemaal. Freekje is dood. Het was jouw schuld niet. Juist om Freekje moet je er morgen zijn. Anders zetten ze die stutten nog verder uit elkaar. En dan gaan er nog veel meer mensen dood. Als je dan morgen weer voor die kinderen zorgt, zijn die tenminste veilig. Beloof je me dat? Gaat de goede kant uit met die bokkenrijdersbende, dokter. We zijn er nog lang niet, Lei. Nee, maar we zijn op de goede weg. Alleen de belofte van dat goud. Ik moest er iets in het vooruitzicht stellen. Ik dacht wel dat het een noodgreep was. Maar toch, ik ben bang dat u daarmee al uw troeven hebt uitgespeeld. Want stel, u geeft die mannen dat goud. Hoe houdt u dan uw leger bij elkaar? Ik reken op hun inzicht. Je kunt beter rekenen op een lege maag, dokter. Trouwens, u hebt dat goud helemaal niet. Nee, dat heb jij. U vergist u, dokter. Een bende met een hoger doel. Ja, die vergissing is vaker gemaakt. Dat was ook het plan van de vorige zwarte kapitein. Maar u lijkt te slagen waar hij gefaald heeft. Lei, kende jij de vorige zwarte...
Lei? Is er iets, dokter? Nee, het is voor Teun. Kom, Martin. We gaan. Jij niet. Oh, die wonde valt mee. Ik kan weer werken. En toch blijf jij thuis. Je bent nu echt ziek. Ik mankeer niks. Als ik zeg dat jij ziek bent, dan ben jij ziek. Ik laat me door jou niet bevelen. Ja, dat doe je wel. Jullie willen gewoon niet dat ik meega. Dat is het. Vader, doe het dan voor ons. Voor de opstand. Nou goed. Ik blijf thuis. Voor de opstand. God zegen jullie. Ik vind het maar niks zo overdag. Zwarte kapitein weet wat hij doet. Oh ja? Ja? Hij heeft ons van de gallen gered. Ik ga door de hel voor die man. Dat is misschien ook wel wat we moeten doen. Hij heeft ook die verrader van Brakel gered. Daar zullen we geen last meer van hebben. Hoe weet jij dat? Ja. Dan is je vader ontslagen. Want mijn vader is gewond. Als zijn handen een keer die niks had hier kunnen zijn. Ik ben er ook. Als je nog eens een keer te laat komt, dan kun je wegblijven. Ik wil bij jullie zijn. Net op het teken van Henri. Ik wil dat u de komende tijd de mijn in de gaten houdt. De mensen zeggen dat de mijn slecht gestut was. Dat hij daardoor is ingestort. Er zijn daar andere krachten aan het werk. Van Gaal vond in de mijngang dit. Zo. Ja, het kan zijn dat het iets met die instorting van doen heeft. Ik weet het niet, maar ik ben er niet gerust op. Snel, naar de uitgang. Naar de uitgang. Doe snel, de schacht. Hey. Wat hier te doen? Die wielen moeten gemaakt worden, hè? Anders hebben we er beneden niks aan. En ruim die rotsje op, snel. Vooruit. Nee, maar we zijn er nou toch om jou te vertellen dat er beneden niet meer gewerkt wordt. Totdat er een paar dingen geregeld zijn. Wat voor dingen? Daarover praten we alleen met de kanunnik. Er zitten beneden 100 man. We hebben wapens. Hé, hey, François, daar moet toch over te praten zijn? Met de kanunnik, met niemand minder. We moeten de kanunnik erbij halen. Kan niet anders. En de schout. Daar vooruit, ga dan! We houden ons verborgen. Tot ik het teken geef. Dan vallen we allen tegelijk aan. Dus we dragen jullie als duivels losgebroken naar de hel. Wees niet bang voor schout of rakkers. Zij vrezen jullie meer. Dan naar huis toe, hè?
Ik heb van Gaal gezegd dat we met niemand anders praten dan met de kanunnik. En dat we gewapend zijn. Ja, en verder. Ah, wacht. Allemaal aan de hand dat ik mijn middagmaal moest onderbreken. Ja, een opstand. Ze willen onderhandelen. Onderhandelen? Geen sprake van. Ze zijn gewapend. Ach, wat, die paar roestige sabels. Wat ga je eraan doen? Ik wacht op uw orders. En ik heb de schout geroepen. Wat een doeltreffend staaltje van ondernemingslust. Hij is er zeker nog niet. Nee. Wist het wel. Niets kan je aan die man overlaten. Eens kijken. Laat de watermolen stopzetten. De watermolen? Maar dan stoppen de pompen. Dan staat straks de hele mijn onder water. Die komen wel boven. God straft diegenen die het verschil niet weten tussen mijn en dijn. Onderhandelen. Gewapende opstand. Ik heb alvast wat maatregelen genomen. Aangezien u en uw rakkers wat op zich moeten wachten. We hebben de watermolen stilgezet. Loopt de wijn vol. Een gerechtvaardigde dood. En doeltreffender dan onderhandelen, dacht u niet? Hoe lang houden die mannen het uit daar beneden? Hooguit een paar uur. En kunnen ze eruit komen? Geen idee. Ze hebben de watermolen stopgezet. Maar waarom? Er loopt een mijn vol met water. En ze zijn allemaal beneden? We moeten hem weer aanzetten, maar alleen lukt me dat niet. Maar als u me nou helpt... Dan krijgen we straks hulp van de bokkenrijdersbende. Als zij aanvallen, kunnen wij de molen ongezien weer op gang brengen. We moeten eruit. Ik ga naar boven. U weet wat u te doen staat. Ik hoef hier verder geen getuige van te zijn. Koetsier. Aanvallen! Schout, u twijfelde of ik een leger had. Wel nu, hier zijn we. Ah!
Verloren schaap keert terug in de kudde. Scout. De zwarte kapitein was weg, zei u? Als die duivels erachter zitten, is het misschien toch beter om te gaan onderhandelen. Joshua, ga hen dat vertellen. Ik kan nu niet meer onderhandelen. We hebben gewonnen. Ze gaan onderhandelen. Je bent in gevaar, Martin. Hoezo? De kanunnik heeft me gezien. Hij heeft je toch niet herkend? Zonder hoed. Hij heeft jou met mij gezien. Je moet vluchten. Ga naar de ruïne van de Elshof in het woud. Je weet waar die is? Ja. Wacht daar. Ik zorg ervoor dat de zwarte kapitein je daar afhaalt. Maar ik moet naar mijn vader toe. Nee, daar is geen tijd voor. Ga nu, snel. Heer Schout, ik zie dat u het heel druk hebt. Maar de watermolen doet het weer. Dat hebben de pastoren en de jongen van Kremers gedaan. Kremers. Hé, hey, jullie twee! Ga ogenblikkelijk achter de jongen aan! Ik wil weten waar hij naartoe gaat!